Nu gaat mijn telefoon. dat is mijn moeder, die druk ik even weg. Mama bel ik later even. Welkom bij PFL Talk nummer 3. We gaan het hebben over de smart pen van Equil. Dat doe ik samen met Maria. Hallo, welkom. Jij houdt je bezig met workshops. Dat klopt. Ik verzorg workshops en consultancy trajecten over innovatie, techniek en de nieuwste gadgets die er op de markt zijn. Oh, dat maakt je natuurlijk wel een beetje een nerd. Dat ben ik ook. Ja, ik ben echt een early adopter wel dat betreft. Daarom ben jij ook een graag geziene gast bij het Permanent Future Lab bij Seedsummit. Wat hebben we hier liggen? We hebben een Equil smart pen. En die kun je koppelen aan een apparaatje die vervolgens aan papier vastkoppelt. En nou, op deze manier zeg maar. En dan heb je hem vastgeklikt. Als jij met de pen aan de slag gaat, kan je het apparaatje koppelen aan Bluetooth met je smartphone of je computer. En wat gebeurt er daarna? Nou, wat is het leuke ervan? Traditioneel gezien heb je natuurlijk een pen of een potlood. Maar als je het ergens opschrijft, dan blijft het gewoon analoog. Ja, dan moet ik allemaal gaan overschrijven of overtekenen. Of... Ja, als je dat wil. Als je dat wil. Kijk, en er is natuurlijk een heel grote behoefte in de wereld. Dat wat je opschrijft ook kan delen met andere mensen. En ook kan bewaren, zodat je het ook weer goed kan terugvinden. Mm. En dat kan je met dit device kan je dat wel bewerkstelligen. En het handige is dat het gekoppeld is aan Bluetooth. Dus je kan altijd waar je op reis bent, kan je het gaan digitaliseren. Oké, en daarna kan je dat ook bewerken als je iets omzet? Ja, je kan het bewerken. En dat is geïntegreerd in de app die je gebruikt. En elk penstreek die je fout neerzet, kan je met een gummetje bijvoorbeeld weghalen. Mm. En zo kan je je handschrift kan je invoeren en dat wordt omgezet in een tekst. Maar je kan ook tekeningen gaan maken, het zogenaamde doodelen of sketchen. Oké. Nou, weet je wat? Ik had ongeveer 4 of 5 jaar geleden had ik deze pen gebruikt. En deze pen doet totaal wat anders. Namelijk, alles wat je markeert, wordt omgezet naar een woordbestand. Okay. En hiermee kan je echt hele goede samenvattingen maken van boeken bijvoorbeeld. Of literatuurstudie als je bijvoorbeeld doet. Mm-hmm. Dus ik vind dat deze pen ook wel een hele handige is. Alleen, het nadeel ervan is natuurlijk dat je geen aantekeningen weer kan overbrengen. Dus het liefst zou ik eigenlijk hebben dat deze twee pennen samengevoegd worden in de toekomst. Denk je niet dat een betere market zal kunnen bedienen? Dat is wel een interessante, ja. Want dan heb je twee functies in één. Ja. In plaats van dat je één pen hebt om te schrijven. Je zou ook eigenlijk inderdaad andere zaken, passieve dingen kunnen willen noteren. Ja, gewoon een scanner en een pen in één. Dat zou echt mooi zijn als zoiets op de markt komt, denk je niet? Ja, wil je daarmee zeggen dat je deze pen niet zou willen gebruiken, testen en willen aanschaffen? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Want ik denk dat voor architecten en mensen die bijvoorbeeld workshops verzorgen, met mindmaps of visualisatie werken, dat voor deze mensen deze pen echt heel erg handig is. Maar voor studenten bijvoorbeeld, of mensen die heel veel met boeken en overschrijven bezig zijn, dan zou deze pen al heel handig zijn. Dus voor iedereen is wat wils natuurlijk. Ja, want en ik denk dat deze pen ook best wel veel te bieden heeft op het gebied van compatibiliteit. Want het is, even kijken achter op de doos, maar je ziet iOS, dus Apple, macOS, Android, Windows, XP, Windows 7 en Windows 8. Dus dat is best wel breed en dat zie je bij heel veel pennen, zie je die brede compatibiliteit, of hoe zeg je dat, zie je dat niet. Dus dat biedt wel heel veel... Ja, precies. En dat je ook dat kan koppelen aan je mobieltje en vervolgens al je aantekeningen in je mobiel direct kan bewaren. Ja. En ook nog eens bewerken, toch? Want met foto bereken je dat allemaal niet. Ja, dat klopt. Ja. Klopt. En ik denk dat het ook wel handig is als je bijvoorbeeld een notebook hebt, een Moleskin bijvoorbeeld. En je kan gewoon even klikken en iets delen via Twitter of via Evernote en daar gaat de wereld in. Waar kunnen mensen deze pen zien werkend in nature, zeg maar, zien? Waar je deze pen kan zien. Ja. Nou, deze pen kan je zien, testen en je kan hem helemaal analyseren bij het Permanent Future Lab. Seedsummit, Utrecht Centraal Station. En iedereen is welkom om hem uit te testen. Oké. Nou, ik hoop dat onze kijkers wel langskomen. Helemaal mee eens. Ja. Tot snel. Tot snel.